Een delegatie van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, IDB, heeft vanmorgen een rondleiding gekregen door en rond de centrale markt Paramaribo. De rondleiding is georganiseerd door het commissariaat Paramaribo Noordoost. De rondleiding werd verzorgd door marktmeester John Lecton. De delegatie mocht vooral kennis maken met verschillende soorten fruit, vlees, vis en groentesoorten van Suriname. De delegatieleider van de IDB was zeer onder de indruk van wat hij zag en ook mocht proeven. Lecton vindt het bezoek van de bankdelegatie een geweldig initiatief. Te meer omdat de markt een weerspiegeling is van de Surinaamse bevolking. Je hebt alle rassen hier, je hebt ons culinair hier, je hebt ons fruitsoorten, ons groentesoorten, ons talen, dus je maakt alles mee. En dat zei ik ook aan die meneer van Islamic Bank. Je wordt zo geweldig. Ik zei, hey, zeg, hier heb je alles. Ja, je kan zelf hier wonen. Begrijp je? En hij vond het geweldig. Hij heeft ook een paar vruchten geproefd dat hij nooit geproefd heeft. Maar om een lang verhaal kort te gaan, zo moet de markt gehouden worden. Daarom proberen we het zo schoon mogelijk te houden. We zijn constant bezig, onderhoud is ongoing. Zodat men in een nette omgeving kan wandelen, kan shoppen en dierbaren ontmoeten. Er zijn de mensen die in de Ja, we zijn op schema. Kijk, we hebben laatst hier een incasso van Tilly, van SWM gehad. Tilly is hier van binnenkort. We hebben ook een unit hier voor basiszorg, karten en zo. We zijn bezig daar in ons hoek, zijn we bezig met Pico, een postbedrijf Pico. Lecton zegt verder dat de centrale markt nog meer van plan is. Zo zal er een aanmeersteiger worden gebouwd voor de kleine veerbootjes die vanuit Meerzorg ook aanmeren achter de centrale markt. Omdat de markt veel slagen geleden heeft. Als u even nagaat, 80% van de huismoeders in de vorige jaren waren huismoeders. Ze kwamen hier naar de markt, deden hier een inkomen. Ja, niet zoveel supermarkt, niet zoveel files. En nu zijn die 80% huismoeders, werkende mensen. En ze rijden de auto gelukkig. Dus ze stappen op de hoek bij die Chinees, bij die supermarkt. En ze kopen product, kunnen ze eerder voor kinderen kopen. Dus wij, uit onze verantwoordelijkheid met mijn marktteam, met de dienst en de minister, we proberen de markt zo aantrekkelijk mogelijk te maken. We willen alle nutsbedrijven hier hebben. Dat is een one-stop shop. We hebben MyLab hier. We hebben ATM-machine. We hebben free wifi. Ik krijg goede ondersteuning hier. Ik moet niet joggen. En ik heb een DC, zodra je plant goed is, geeft hij je ownership. En hij zegt, shoot. En dat stapt me goed. Dus dat zijn de plannen dat we hebben. De meeting is van even dag gaan we bezig zijn hier om die parkeerplaats toegankelijk te maken voor marktbezoekers. Er is zo'n grote handelsplaats hebben en je hebt geen parkeerruimte. Dus ik denk volgende week dat we dat gaan organiseren. En we hebben hier 10 geretineerden en we vernieuwen alles. Alle oude banken noem maar op. Toch, het is ongoing en zo willen we de markt houden. Marktmeester John Lecton. Hij sprak vanmorgen na de rondleiding die hij verzorgt voor een delegatie van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, IDB. De rondleiding is georganiseerd door het districtscommissariaat Paramaribo Noordoost.